wel veel beter uit. Gelukkig wel, ja. Hopelijk is het slaap dichter. Daar hoort het wel. Wat is de rol van de wijkverpleegkundige? Ik hoor regelmatig van, ja, ik moet de mensen uitleggen hoe het zit met die wet. Is dat de rol van de wijkverpleegkundige? Ik zou het anders formuleren. Het is een rol van de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige is degene die natuurlijk de contacten heeft met de cliënt. Daar de brede anamnese afneemt en kijkt wat nodig is. En die zal vervolgens ook aan de cliënten moeten uitleggen wat de consequenties zijn van de keuzes die ze maken. Een cliënt in zo'n casus waarvan de cliënt zegt van ik wil graag over naar de WLZ, dan is het aan de wijkverpleegkundige om toe te lichten. Als u naar de WLZ gaat, dan kunnen wij als wijkverpleging deze zorg bieden en deze zorg kunnen wij niet bieden. Blijft u in de ZVW, dan heeft u een andere keuze, kunnen wij deze zorg bieden, die zorg niet. Sommige mensen willen ook echt niet over richting de WLZ, omdat ze dan weten, dan moet ik mijn eigen bijdrage gaan betalen. Een eigen bijdrage, dat is afhankelijk ook van het inkomen. Soms zie je ook dat de WLZ-wet dat die niet toereikend is. Waardoor ze dus echt zelf moeten gaan bijbetalen voor zorg. En dat kan duur zijn en dat is ook per week. En dan praat je soms over 100 tot 400 euro per week. Ja. Zo. En als je dan kijkt binnen de ZVW, tot dat dan veel ruimer is. Daarom zie je ook dat er heel veel mensen willen blijven zitten binnen die zorgverzekeringswet. Ik moet zeggen dat het zo gecompliceerd is, dat je er nooit echt heel veel scholing in hebt gehad. En daarnaast verandert het ook heel snel. Dat ik het inderdaad zelf soms lastig vind om uit te leggen. Omdat het is gewoon heel, heel ingewikkeld. Ik kan het niet uitleggen richting mevrouw A en mevrouw B. Waarom de ene wel een eigen bijdrage heeft en de ander niet. Waarom de ene wel beargumenteert, de zorg op maat krijgt en de ander met een budgetplafond zit. Zo'n situatie als een zorgval zal de wijkverpleegkundige het echt moeten kunnen uitleggen. En ik snap dat ontzettend moeilijk is, want het is bijna niet uit te leggen. Ja, waarom moet die cliënt eigenlijk weten wat een wet langdurige zorg is en een zorgverzekeringswet? Maar dan dan leg je toch alle voor- en de nadelen, ga je op een rijtje zeggen. En dan kunnen cliënten, dat is denk ik jouw taak als wijkverpleegkundige, dat jij hun de informatie verstrekt, zodat hun de juiste keuze kunnen maken. En soms doe ik daar een link van een website bij, of zodat ze het zelf uit kunnen zoeken. Want ik denk juist, als je juist vanuit de zelfredzaamheid en de eigen regie van de cliënt afgaat, dan ben ik niet degene die dan uiteindelijk die keuze maakt. Ik voel wel eens frustratie bij wijkverpleegkundigen. Kun je je voorstellen? Ik kan me er alles bij voorstellen, ja. Want wat je natuurlijk ziet is, zij maken de wetten niet. Wat zij willen is goede zorg leveren, waardoor mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, kunnen blijven leven en als het mogelijk is herstellen. En op het moment dat de wetten je daarin frustreren, dat je eigenlijk niet dat kunt doen waarvan jij denkt en vindt op basis van professionele overwegingen dat het nodig is, ja, dat is bijna het frustrerendste wat er is. Want je weet wat er mogelijk is, je weet wat je kunt doen en vervolgens kan het niet. Ja, ik begrijp het volledig. Zo aan.